En Tommy is hier. Welkom. Dankjewel. Je komt uit Brabant, uit Helmond. En het is, begrijp ik, toch nog steeds voor jongens of voor mannen een keuze die niet snel gemaakt wordt, hè? Verpleger. Ja, er werken volgens mij op de 1 op de 10 verpleegkundigen, dat is een man. En sowieso, toen ik mijn opleidingen deed, in beide opleidingen was ik de enige man in de klas. Waarom heb je het gekozen, het vak? Ja, eigenlijk ook toevallig. Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht om dat te gaan doen. En ik had ook een beeld bij dat is een beetje saai. Een beetje oude mensen wassen of zo. Maar op een gegeven moment wist ik echt niet meer wat ik wilde met mijn opleidingen. 3 keer gestopt. En toen zei mijn moeder, van, misschien moet je in de zorg gaan werken. En toen moest ik haar uitlachen. Want ik dacht, ja, hoe moet ik dat mijn vrienden gaan vertellen? Dat ik in de zorg ga. Wat zeiden je vrienden dan? Wat zeiden je vrienden? Ja, ze maakten er grapjes over. Dat doen ze nog steeds, hoor. Maar, de veelgehoorde grap ook, of niet? Ja, tuurlijk. Welke is dat? Het is een vrouwenberoep, bijvoorbeeld. Maar ik had dat beeld zelf ook, daarom. Dus ik begreep ook wel dat die grapjes gemaakt worden. Maar ik heb het toen toch gewoon geprobeerd. En ik heb het mogen ervaren dat het gewoon heel anders is. Dat de zorg gewoon heel mooi is. En dat het gewoon ook wel geschikt is voor mannen. En dat het gewoon het beeld wat wij ervan hebben, dat misschien niet helemaal klopt met hoe je het zelf gaat ervaren. Maar wat is er zo leuk aan toen jij eraan begon? Wanneer merkte je van dit is echt hartstikke mooi werk? Gewoon dat je op zo'n hele directe manier iets kunt betekenen voor iemand die het echt nodig heeft op dat moment. En natuurlijk, als je ergens werkt, heel veel mensen betekenen iets voor een ander. Maar in de zorg kom je zo dicht bij mensen dat jij hun bijstaat in hun dagelijkse dingetjes. Dus als wij 's morgens onder de douche staan, dan doen we dat zelf. Maar als zorgverlener ben je erbij bij die persoon. En dat is voor die persoon ontzettend vervelend. Want als je het zelf niet meer kunt, dan moet je het uit handen geven. En als je dan daarbij kunt helpen dat die persoon zich toch goed voelt. Dat die persoon zich toch verzorgd heeft. En zich niet ongemakkelijk voelt, dat is mooi. Ja.